Ben je op zoek naar de goedkoopste FIFA 15 Ultimate Team Coins? Check dan fastutcoins.nl aan de link in de beschrijving. En gebruik de code LUCKY5 voor nog eens 5% korting op je coins. Yo mensen! En vet dat je weer kijkt naar de 15e aflevering alweer van Forever Famous. Een like zou weer ontzettend fijn zijn en we komen meteen tegen een fucking goed uitziend Bundesliga team. Maar uit een prachtig paasje van Gervinho weet Douglas Costa in de 19e minuut al voor de 1-0 te zorgen. Lijkt er niks aan de hand, maar kijk dan eens deze prachtige aanval. Het balletje gaat tik, tik, tik. Barcelona speelt rond en boom! Het wordt 2-0. Niks aan de hand. Wat kan mij gebeuren als je dit soort goals maakt? Ik was gewoon zoveel beter dan mijn tegenstander. En dan opeens uit het niets maakt hij 2-1. Dat is altijd kut. En dan gaat hij ook nog Kalma doen. En dan denk ik echt van val dood, jongen. Nee, ja, dat is een beetje overdreven. Maar waar ik wel gek van werd. In de 90ste minuut het schot van Ramos. Dan is hier notabene Wesley Sneijder die het kopduel wint. Ramos scoort. En wat de fuck doet die gast met zijn hoofd? Echt gewoon van... Ik ben een mogoltje. Maar ja, het kut hieraan is dus in de 90ste minuut speel ik gelijk. Omdat Wesley Sneijder van 1,23 meter die net met zijn hakken aan net zo groot is als zijn vriendin. Die echt in bluff speelt. En wauw, Jolante. Het ging niet over Jolante. Maar ik bedoel, die fucking Wesley Sneijder. Kabouter Wesley Sneijder van 1,20 kopt een bal en daardoor... speel ik gelijk. Tja, dat is best wel fucked up. Inmiddels heb ik alle spelers weer contracten gegeven. Kunnen we onze volgende wedstrijd in tegen een BPL-team. En het ziet er zeker niet slecht uit. En dat is het ook niet. Maar kijk dan eens weer wat een aids hier is. Een rare autoswitch zorgt ervoor dat mijn speler random op de grond gaat liggen. Dan verdedig ik de bal goed. Maar dan komt hij wel van zijn voet. En dan gaat hij heel aidsig in. Maar het dieptepunt ligt toch wel hier. Wat een goal. Ik dacht van, even tijd voor stilte. Kijk nogmaals de herhaling. Vertraagd. Dit is een pauperschot. Dit is een pauperschot. Dan raak ik hem aan. Mijn keeper doet niks. En dan scoort hij. Maar Huntelaar was het hier duidelijk niet mee eens. Krijgt de bal. En boom. Hij schiet gewoon. Hij scoort. Huntelaar is wel vaker zo. Denk aan die 6-0 achterstand vorig jaar tegen Real Madrid. Toen was hij ook boos. En toen werd hij ook een zieke volley. En dat doet hij nu dus ook. Huntelaar was gewoon boos. En hij dacht... fuck it, jongen. Het enige nadeel. Opeens begon het als een ziekte te laggen. Dan moet je zeggen, dit is in 30 fps. Je speelt op je PS4 in 60 fps. Dus de lag was eigenlijk nog dubbel zo erg als dat je daar zag. Ja, en daardoor maakte hij eigenlijk gewoon 3-1. Want hij lagde er gewoon langs. Gelukkig geeft hij mij daarna wel heel aardig een doelpuntje terug voor Memphis Depay. Maar dit is een beetje het probleem wat ik met het team heb en waarom ik het ook wegdoe. Zou je hier Ibarbo neerzetten? Was dit geheid een goal? Maar Huntelaar wordt gewoon heel simpel ingehaald door de verdedigers. Omdat de meeste verdedigers eigenlijk sneller zijn als Huntelaar. Of dan Huntelaar. Sorry, taalnazi's. Maar ja, dat schiet natuurlijk niet op. Op het moment dat ik alles op de aanval ga spelen, gaat Socrates mee de spits in. Die is sneller als Huntelaar. Dus dan krijg je het rare dat mijn centrale verdediger sneller is als mijn spits. Ik zei weer twee keer sneller als, maar het is dus sneller dan. Maar ik zeg dat altijd fout, dus godverdomme. Het werd wel weer tijd om een keer te winnen. En hier kreeg ik dan ook een penalty. Ik verwachtte rood. De scheids gaf geel. Ja, ik vond het redelijk opmerkelijk, want ik krijg hier altijd rood voor, zelfs als ik buiten de 16 doe. En het kutte is dat ik dan ook nog die penalty mis met mijn blije bakkes. En dat betekent dat het 0-0 blijft en ik weer geen uitzicht heb op een overwinning. Zeker als ik achterkom door, ja, oké, dit was gewoon een best wel lekkere goal. En deze man kon gewoon ontzettend goed verdedigen en dit ging allemaal fout bij mij. Een paas die echt gewoon achter iemand valt. De paas in actie die ook niet mee wilde werken. En deze man verdedigde heel goed. Dus zo verlies ik mijn tweede wedstrijd achter elkaar. En deze was dan wel erg terecht, maar echt puur mijn eigen schuld door het missen van de penalty. En het daarna niet meer lopen van kansen, pasen en niks meer lukte. Ik zou wel echt een mongol zijn als ik deze wedstrijd dan weer verloor. Maar het begon serieus goed. Ik domineerde deze man echt. En dan kom ik ook op een gegeven moment over de zijkant met Pjanic. Die heeft een prachtige trap. Geeft ervoor. En Costa kopt hem geweldig binnen. Hoor dan ook wat de commentatoren zeggen. Ze laten hun tegenstanders alle hoeken van het veld zien. Ja, ze spelen echt goed hoor. Voor ons is het ook leuk. Even. Ik was ook gewoon veel beter op dit moment. Even voor de duidelijkheid, de commentatoren hebben niet altijd gelijk. Deze speler heeft een geweldige koptechniek. Deze speler heeft echt een geweldige koptechniek. Douglas Costa heeft 65 heading. Dat is niet echt geweldig. Maar oké, Yuri, jij bent niet de enige die wel eens een foutje maakt. Want wat stond mijn verdediging hier te blunderen? En laten ze Torres zomaar 1-1 maken. En waar ik deze man heel de wedstrijd domineerde, keerde dit opeens random in de wedstrijd om. En komt hij hier ook door met Giovinco. Geeft hij hem op Mertens. Die maakt 2-1. Ik kon er gewoon helemaal niks aan doen. Giovinco te snel, Mertens te snel. Ik te traag, ik aan het kloten. En dan sta hij opeens 2-1 achter. Dan ga ik alles op de aanval
spelen. Nou ja, als hij dan gaat counteren, dan laat je te veel gaatjes vallen. En daar is altijd alles of niets. Of je komt terug tot 2-2. Of de nederlaag wordt nog 10 keer zo erg. Aangezien dat het bij mij deze dag gewoon echt totaal niet liep, weet je al wat er gaat gebeuren. Het wordt allemaal nog 10 keer zo erg. Dit is zo'n dag dat je normaal zegt, ik kan beter stoppen met FIFA. Ik ga niks meer winnen. Maar ik ging door. En dan weet je, wordt het 5-1. Is het zo'n dag? Ja, godverdomme. Het is zo'n dag. Ja, hou nou maar je mond. Het is erg zat. Ik verlies 3 wedstrijden achter elkaar in deze aflevering. Ontzettend slecht. Toch bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. En later mensen.